Goedemorgen, Frits. Goedemorgen. Je bent flink aan het werk deze week. Waarom? We moeten 26.000 planten zetten. En hoeveel heb je er al ingezet? We zijn nu bijna halverwege. Oké, en wat zijn het voor plantjes? Het zijn Alsanta treeplanten. Die zetten we in de potgrond met kokosgruis. En kan je dat laten zien? Plantje. Ja, het is niet het plantje. Ja? Dit is het plantje. Worteltjes, even andersom. Even veel wortels laten zien. Oh ja, het zit mooie wortels aan. Ja, we maken een gat. Oh, hier. Doe ik zo het plantje erin. En die geven dus weer aardbeien eind september zoiets? Aardbeien begin oktober. Begin oktober deze. En dan is het in delen geplant, dus dan is iedere week is er een ander veld. Tot kerst. Tot en met kerstmis. Dus we hebben aardbeien tot en met kerstmis. Ja. En we plukken nu nog in de tunnels, dat zal ik nog even laten zien. Werk ze. Dank je. Deze plantjes zijn een paar weken geleden al geplant. Je ziet al dat ze een stuk groter zijn. Zo hebben we in iedere afdeling een teelt staan die net iets verder is. Zodat we altijd aardbeien hebben tot en met kerstmis. Een mooie verdeling. Nou, hier zijn we nog aan het plukken. En we hebben gelukkig nog wat scholieren die nog niet naar school hoeven, want hier zijn de vakanties inmiddels voorbij. Dus Alice is lekker in de nieuwe tunnel aan het plukken. Bevalt dat hier? Zeker. En waarom is het anders dan in de oude tunnel? Het is lekker ruim. Ja, en dan plukt het lekker weg. Mooie doosjes voor de veiling. We gaan daar morgen naartoe.